ik merkte dus ook dat heel veel kinderen niet altijd makkelijk hebben om hun gevoelens te verwoorden in een klas waar heel veel leerlingen zitten. Vooral bij de start van een schooljaar. Ja, er is een nieuwe juf, een nieuwe klas. Dan zijn de gevoelsmannetjes een ideaal middel om hun gevoelens te uiten, maar ook om een band op te bouwen. Ja. Wat is er misschien? Deze gevoelsmannetjes kunnen ze eigenlijk doorheen de dag gaan halen en kunnen ze gaan verwoorden naar mij toe van kijk juf, ik voel mij op die manier, ik voel mij gelukkig, ik voel mij triestig of ik voel mij boos. Dat hangen ze dan op een bank en op die manier zie ik ook van ah oké, er is iets. Je moet niet altijd mondig zijn om je gevoelens te uiten. Ik vind het ook belangrijk dat kinderen die niet zo mondig zijn hun gevoelens kunnen uiten en dat ik weet wat er gaande is, dat ik er ook meteen kan op reageren zodat het niet verder escaleert. Ik zie dat je hier een droevig mannetje opgeplakt hebt. Dat scheelt er. Het is belangrijk om een veilig klasklimaat te creëren en ik hoop dat ik hiermee toch mijn steentje bijdraag.